Dames en heren, jongens en meisjes, de nieuwe Loot Crates zijn binnen en het is me een zeer speciaal thema. Want het thema is animation en voor de mensen die mij kennen, die zullen weten van hé, dat is Tom, die houdt van al die gekke cartoons. En daarom is natuurlijk deze Loot Crate extra interessant, want ik heb dus ook al vernomen dat er een heel tof ding van Rick and Morty in zit. Bob's Burgers, Futurama, we gaan het allemaal beleven. De doos is een beetje gehavend, want ja, het komt vers uit LA, dus dat kan van alles gebeuren natuurlijk. Anyway, we gaan hem openen, we gaan kijken wat er allemaal in zit. Oh mijn god. Oké, allereerst. Ik vind, serieus, ik ga met het saaiste beginnen. Jij denkt het saaiste. Ik vind het vetste ooit. De burgerkaart die gewoon midden in de doos staat. De doos is altijd iets speciaals. Bob's Burgers heeft een hele soort van trope waarbij in elke aflevering het menu een soort van stomme woordgrap bevat. En in de honderden afleveringen die er zijn, zijn er nog steeds goede woordgrappen met burgers te maken. Fantastisch. Ik vind het al leuk dat de doos in die stijl is. Maar wat natuurlijk het meeste opvalt en waar we natuurlijk het meest naar benieuwd zijn, is de goodie van Rick and Morty. En als je Rick and Morty die niet kijkt, wat doe je hier dan nog? Waar ben je mee bezig? Ze staan gewoon op Netflix, de eerste twee seizoenen. De derde is net begonnen. Hypo. Het is een fantastische show. Het is zo slim bedacht. De voice acting is spot fucking on. Dus we gaan kijken hoe onze Rick uit zijn doosje komt. Holy shit. Kijk deze Rick vet zijn. In welke aflevering is het dat hij een aantal aliens die hij zelf heeft gemaakt aanleert dat dit goedemiddag betekent of zo? Van het gaat goed met je. Peace and love amongst worlds betekent het. Ik vind het helemaal mooi. Ik ben nu al blij. Deze loot crate is het nu al waard geweest. Zoek even de gaatjes. Hoppatee. The slow walk, guys. Morty! Ik denk dat deze op mijn desk komt te staan in GNHQ, want ik moet toch een beetje de leermeester in de gaten houden. Anyway, we gaan door, want er is natuurlijk meer te beleven. En dat is namelijk ook meer animatiegoedheid. Dus in dit geval is de Teenage Mutant Ninja Turtle shirt. En ik heb het idee dat het de oldschool Teenage Mutant Ninja Turtles zijn. Fijn. Niet de Michael Bay varianten. Echt animatie, ook al is dit Michael Bay films vol met CGI. Maakt niet uit. Ik vind het een mooi t-shirtje. Groen is niet helemaal mijn kleur, maar dat maakt niet uit, want de Teenage Mutant Ninja Turtles zijn altijd vet. En, oh god, het volgende wat we eruit halen is gewoon de Bob's Burger Burger Box. Ik ben benieuwd of het nou afleveringen zijn of dat het gewoon recepten voor burgers zijn. Dat zou, allebei is eigenlijk prima, want burgers zijn altijd goed. En Bob's Burgers is ook gewoon een goede show. Zoveel spijt. Hehe, duurde maar even. Anyway, dit halen we nu open. Voorzichtig, voorzichtig Tom. En wat halen we hier dan in godsnaam uit? De Bob's Burger Burger Box. Real recipes for joke burgers. Oh mijn god, dit zijn echt letterlijk recepten gewoon. Dit zijn allerlei recepten gewoon in een... Oh my god, ik wil wel even een aantal van de recepten eruit halen. Dus we gaan weer moeilijk doen met plastic. Ik wil nu weten wat voor troep hier allemaal achter ligt. We laten het nooit zien, maar er liggen echt nog tig dozen hier. En superveel zooi, cellofaan en zo. Oh my god. How to cook a basic burger best. New Baconings burger. De Poblano Picasso burger. De Do the Brussels burger. Pickle my funny bone burger. Dit zijn passez-vous français burgers. Dit zijn recepten voor de burgers waarvan ze de woordgrappen hebben gemaakt. Dus wat ik net zei over die woordgrappen, dit zijn de recepten om ze daadwerkelijk te maken. Ik ga dit sowieso een keer eten. Chef Ray which way but lose burger. Unintended consequences. Oh my god, het is fantastisch. Jongens, binnenkort op twitch.tv/gamersnet een creative stream waarin ik deze burgers ga maken, denk ik. Super vet dat dit een ding is. Hoe komen ze erbij? Ik ben blij, maar we gaan door. Ik moet eerlijk zeggen, tot dusver is dit denk ik de beste loot crate. Ik ben zelf ook meer fan van loot gaming, waar we natuurlijk ook maandelijks de unboxings van doen. Maar dit is een goede loot crate. We hebben een Futurama goodie ertussen zitten. De vraag is alleen wat het nou precies is. It's a koozie 2-pack. Wat is een koozie dan? Een cupholder. Is dit een cupholder? Oh ja, inderdaad. En dan kun je hier gewoon je bekertje in doen. Maar het is wel een hele kleine beker, heb ik het idee. Ja, smalle blikjes. Dit is niet voor de Amerikaanse, wat is het, halve liter blikken. Dit is voor je kleine Red Bulletjes, I guess, dat dit eromheen kan. Slurm uit Futurama. Ook een goede show. Niet zo goed als Bob's Burgers of Rick and Morty misschien. Ja, nu weet ik het. Nu ga ik heel veel beef starten. Come at me. Krijgen we natuurlijk weer het boekje erbij. Animation, waarin natuurlijk alles staat wat we deze maand gekregen hebben. Jullie thema is animation en we krijgen ook te zien wanneer welke dingen verschijnen. En Animation Destination, er zijn allerlei gekke dingetjes die we natuurlijk na kunnen lezen. Maar waar we natuurlijk allemaal echt voor doen is niet het boekje, maar natuurlijk de pin. Om te laten zien dat we ook deze maand weer lid waren van Loot Crate. En de pin is sowieso een fantastische... Eugene! Ik vind hem lief. In zijn burgerpak. Nice! Die gaan we natuurlijk boven weer oppinnen. Maar dat is niet alles, jongens. Als je dit nou ziet en je denkt van ik wil er zelf ook een keer zo eentje ontvangen, dan tuurlijk. Ga naar gamersnet.nl/lootcrate of lootcrate.com/gamersnet en daar kun je dan op
Op onze landingpage kun je Loot Gaming, Loot Crate, alle andere loot bestellen. En als je de code GAMERSNET gebruikt, dan krijg je $3 korting. Van ons, on the house, krijg je zomaar. Doe je je winst mee, doe er iets leuks mee. Vertel ons of je dit een mooi pakket vindt. En ik hoop dat je hiermee hebt kunnen settelen van... Nou, ik denk dat ik het jullie krat nog wel even moet halen, want come on. Money. ik vind het fantastisch. Tot snel, dit was de unboxing. En denk eraan jongens. Wabba labba dabba.